Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 20 van de Eredivisie en natuurlijk de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 21 van de Eredivisie. Ik zal jullie alvast vertellen, het was de slechtste speelronde qua voorspellen die ik ooit heb gezien in alle seizoenen van Eredivisie Voorspellen. Dat kwam ook omdat de uitslagen van de wedstrijden echt loco waren. Laten we daar maar eens eerst naar gaan kijken. Heracles Groningen werd 1-0, wat al bijzonder is. Utrecht speelde gelijk tegen PEC Zwolle. Nou, dat kan op zich nog. Fortuna won van VVV. Is op zich niet zo heel raar. Maar ja, die Giacoumakis die maakte normaal zoveel. Dus ja, je verwacht dat dat weer gebeurt tegen een zwakke tegenstander. Vitesse speelt gelijk tegen RKC, wat niemand verwacht. Twente, Heerenveen werd 0-0. Had ik in ieder geval niet verwacht. Feyenoord van PSV, wat ik al helemaal raar vond met dat team. Willem II, Emmen werd 2-0. Nou, dat is op zich niet zo heel raar. Maar ja, als Emmen nog iets van kans wil maken, hadden ze hier toch een slag moeten slaan. Dat is ook niet gebeurd. ADO, Sparta werd 1-1. Had ik ook verwacht dat Sparta zou winnen. En AZ, Ajax was op zich niet zo heel raar dat Ajax wil natuurlijk. Maar toch, je hoopt als AZ-fan dat het lukt. En het is helaas niet gelukt. De ranglijst. Ajax staat bovenaan met 50 punten. Die gaan eerste worden. Er is geen twijfel meer over mogelijk. In ieder geval bij mij niet. PSV staat tweede met 43 punten. Vitesse staat derde met 42 punten. Feyenoord staat weer vierde met 38 punten. Dan komt AZ met 37 punten. Groningen staat zesde met 34 punten. Dan heb je FC Twente met 30 punten. Utrecht staat achtste met 28 punten. Dan komt Heerenveen met 26 punten. Heracles en Fortuna hebben 25 punten. Dan komt Sparta op de 12e plek met 23 punten. PEC en VVV hebben 22 punten. Dan komt RKC met 15 punten. Willem II staat 16e met 13 punten. Dan hebben we ADO Den Haag op de 17e plek met 12 punten. En onderaan FC Emmen met 6 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Luc staat nog steeds bovenaan, ondanks dat hij maar 2 punten heeft gehaald met 170 punten. Ook Mike, die had maar 2 punten, staat op 166. Nak en Dilano staan allebei derde met 161 punten. Dan komt Jesper met 157 punten. Novio Magum staat zesde met 155 punten. Tijn staat zevende met 150 punten. En Jarno staat achtste met 148 punten. De weekwinnaar was Colino. Die had namelijk 8 punten gehaald. Veruit het meeste. Dus die heeft het best gedaan voor iedereen. De wedstrijden die we voor komend weekend gaan voorspellen zijn Fortuna Heracles. PSV moet thuis tegen FC Twente. PEC Zwolle ontvangt RKC. FC Emmen moet het thuis opnemen tegen AZ. In het Abel Enstra stadion neemt Heerenveen het op tegen Vitesse. Ajax heeft een ontmoeting met FC Utrecht. FC Groningen moet in Groningen tegen Feyenoord. Willem II ontvangt ADO Den Haag. En VVV speelt in de Kuil thuis tegen Sparta. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En zie ik je heel graag volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.